Het is maandagavond, 5 uur. Bea, die al uitkijkt naar haar Zumba-les, wil net haar laptop dicht doen. Dan krijgt ze een mail binnen. Heel fijn dat hij dit al heeft gedaan. Tja, gemist genders worden is pijnlijk. Maar waarom eigenlijk? Laten we bij het begin beginnen. Iedereen heeft voornaamwoorden. Dat is de manier waarop je wordt aangesproken. Bijvoorbeeld, mijn naam is ook Laia en mijn voornaamwoorden zijn zij en haar. Voornaamwoorden zijn belangrijk omdat je daarmee indirect over jezelf of iemand anders zegt dat diegene man, vrouw of geen van beide is. Zo identificeert Bea zich als vrouw, maar werd ze aangesproken met het voornaamwoord hij. Door niet naar iemands voornaamwoorden te vragen, doe je een aanname over iemands gender op basis van hoe iemand eruit ziet. Maar iemands uiterlijk hoeft natuurlijk niet iets te zeggen over iemands gender. Dit systeem noemen we binair gender. Een moeilijk woord om te zeggen, maar het betekent eigenlijk het opdelen van gender in twee strikt gescheiden groepen. Man en vrouw. Dus nog even over die aannames die we doen. Gender bestaat vaak uit een reeks vooronderstellingen. Een korte geschiedenis. Als je wordt geboren, stelt een arts op basis van je geslachtsdelen je geslacht vast. Jongen of meisje. Dat bepaalt vervolgens welke muisjes er worden gegeten, welke kleding je draagt, met welk speelgoed je speelt, welk gedrag er van je verwacht wordt, welke emoties je wel of niet hoort te tonen, welke hobby's je zult hebben, met wie je speelt, wat voor werk je zult gaan doen, enzovoort. Bij die tweedeling horen ook specifieke eigenschappen voor mannen en vrouwen. Maar voor veel mensen werkt die tweedeling niet. Bijvoorbeeld voor mannen die onzekerheden hebben of verdriet hebben. Want als ze dat uiten, zijn ze geen echte man of een watje. Of bijvoorbeeld voor assertieve vrouwen, die zijn namelijk veel te bazig. Dit zijn nog maar twee van vele voorbeelden. We doen onszelf en anderen vaak tekort omdat we ons moeten voegen naar een bepaald verwachtingspatroon. Maar het gaat niet alleen over tekort doen. 1 op de 60 mensen wordt geboren met een intersexe conditie. Dat wil zeggen dat je een lichaam hebt dat niet typisch mannelijk of typisch vrouwelijk is. Nog steeds worden mensen met een intersexe conditie vaak geopereerd om een typisch mannelijk of vrouwelijk lichaam te krijgen. En dat gebeurt vaak zonder hun toestemming en zonder een gezondheidsreden. Er zijn ook transgender personen. Het geslacht dat aan hen is toegewezen bij de geboorte komt niet overeen met hoe zij zichzelf en hun gender ervaren. Mensen met een intersexe conditie en transgender personen passen dus niet in die binaire verdeling. Die buitensluiting voelen transgender personen onder andere wanneer ze worden aangesproken met de verkeerde voornaamwoorden. Dat heet ook wel misgenderen. Hoe kunnen we elkaar nu helpen om elkaar goed aan te spreken? Een van de meest effectieve methodes is ook een hele simpele. Zet je voornaamwoorden in je LinkedIn-profiel of in je e-mailhandtekening. Zo wordt het normaal dat je naar iemands voornaamwoorden vraagt en dat je het zelf aangeeft. Op die manier geef je ook aan dat je iemands gender niet kunt aflezen aan iemands uiterlijk. Daardoor hou je ook rekening met transgender personen. Je voorkomt namelijk dat iemand op een verkeerde manier wordt aangesproken. En dat scheelt een hoop pijn en ongemak. Dus, ben je er klaar voor om je voornaamwoorden in je handtekening te zetten? Laat het samen doen. Open de instellingen van je e-mailbox maar en verander je voornaamwoorden. Ik wacht wel even hoor. Ik heb alle tijd. Ja, heel goed. Ja, het zit er wel op, denk ik. Heel mooi gedaan. Die jij ook die belangrijke die zo. Ja. En dan deze, die is wel. Heb je het al gedaan?
Thank you.